Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Harry Potter WK's werkbalserie. Het laatste niveau, de vuurflitsniveau van Bulgarije. Tenminste, we zijn Bulgarije. We zijn de vorige aflevering begonnen met deze laatste cup eigenlijk van deze serie. Om precies te zijn moeten wij nog 14 wedstrijden spelen en dan is de serie afgelopen. Oh, dat was echt zonde. Daar hadden we veel punten mee kunnen halen, maar het is niet gelukt. In deze aflevering gaan we maar eens kijken in hoeverre, hoe moeilijk die vuurflitsniveau is. We hebben natuurlijk al 2 wedstrijden gedaan, die hebben we vrij eenvoudig gewonnen. Wel iets meer tegenstand even uit mijn hoofd gehad dan de andere keren. Dus, het is nog steeds niet heel moeilijk. Ik hoop gewoon dat ze snel met duidelijkheid komen wat betreft de nieuwe Swerkball game die zou gaan komen. Ik heb er eigenlijk in die hele tijd dat we deze serie opnemen nooit meer echt iets van gehoord. Volgens mij heb ik in het begin van de serie verteld dat ik me had opgegeven voor playtesten. Maar daar heb ik nog niet wat van gehoord. Ik weet niet of de mensen al zijn uitgekozen. Ik had er niet verwacht dat ik het zou worden hoor. Maar ik heb daar verder ook nooit meer iets op teruggehoord eigenlijk. Ik vraag me af dan in hoeverre die game dan ook op deze game gaat lijken of dat het echt compleet anders is. Ik hoop eigenlijk dat het compleet anders is, want wat dat betreft is dit best simpel. Ik speel op het moeilijkste niveau en als je ziet, ik heb niet echt heel erg veel moeite. En het is niet heel erg uitgebreid wat er allemaal mogelijk is. Ze hebben veel cutscenes erin wat voor mij niet hoeft. Die team special moves mogen ze er wel inhouden, want dat vind ik wel gaaf. Die gaan we overigens met Bulgarije niet halen, want daar zijn de conditions te pittig voor. Of te saai voor, laat ik het zo zeggen. Niet per se moeilijk, maar te saai om te doen. Dus dat gaan we niet doen. Maar dat is ook niet nodig om een wedstrijd te winnen, zoals jullie nu zien gebeuren. Dit is sad. Nice. Ze kunnen over en weer blijven. Special move natuurlijk. Kut. Voor andere mensen, een paar dagen geleden is het nieuwe seizoen van Wie is Mol begonnen. Dat vond ik zeer leuk. Mochten jullie daarover willen kletsen, heb ik in mijn Discord, die in de beschrijving staat, een leuk tapje waar je lekker kan discussiëren over Wie is de Mol. Dus go your gang zou ik zeggen. Probeer een beetje, zeker als de aflevering net geweest is, spoilers een beetje tegen te houden. Ik kon het ook niet meteen kijken, ik heb het ook pas gisteren kunnen kijken en gisteren was het zondag. Dus, maar inderdaad, het is, je kan je verdenkingen mooi met elkaar delen. Het was een leuke eerste aflevering in ieder geval. Nou, leave Britney alone. Nou, what the fuck? Bulgarije, Bulgarije. Oh, ik had gewoon recht door moeten gaan. Maten en Martinen. Oké. Lekker. Hoezo? Hoezo was die keeper zo tantoe snel? Doe even normaal.
Oh jee, ze hebben een team special move. Ja, gebruik hem dan, jongen, Kees. Nee, pak hem af! Pak hem af! Nee. Lekker weer. Nou, maat, dan mag dit doen. Oh jee. Nee, ik zag iets heel grappigs, maar. Sorry, ik was even afgeleid. Ik zag echt iets heel grappigs. Je begint nu eigenlijk, want dit is nu de vierde World Cup die we doen, zeg maar, dat het op een gegeven moment allemaal een beetje hetzelfde wordt. Je hebt niet echt spannende wedstrijden, het is gewoon wachten tot de snijder is en dan win je, zeg maar. En dat maakt het een beetje saai. Maar we hebben beloofd dat we de World Cup in elk niveau gaan halen, dus doen we dat. Ik had gehoopt dat het bij het laatste niveau, waar we nu zijn, een stuk moeilijker zou worden. Het enige wat moeilijk is dat de tegenstander veel team special moves krijgt. Maar verder is het echt gewoon helemaal geen moeilijkheidsgraad. Kidding, weer een goal. Kijk, de ster is... de ster. Wat? Te veel Mario Party gespeeld de laatste tijd. Nee, de snij is het. Kom op, krummel. Laten die Australianen eens... Oeh, wat? Hoezo komt hij zo dichtbij? Wat een loser, boy. Hoe kan dat? Hij heeft sowieso PlayStation 5. Lekker, Victor. Bulgaria wins. En zij ook toont te goed. France. Oui, oui, France. La debut, Ramilu, van Frankrijk. Hello there. Oui, oui, Jacqueline. Dankjewel voor het co-commentatorschap. Zeker, een great save. Het Frans is goed, hè? Oui, oui.
vind wel dat ze een mooie tenue hebben, de Franse. De lichtblauwe vind ik zeer schoon. Bon. Om precies te zijn. Om Frans te zijn. Maten, score gewoon een keer, jongen. Kees. He knows exactly where he's going. In de bunker, op je hoofd. Lekker. Lekker. Hoppateetje, hoppataatje. We zijn een partijtje aan het ownen, daar word je heel erg scary van. Hier, we maken die Frans af, hop te play. We zijn echt aan het ouwen, joh. Une bucaire op je hoofd, alsjeblieft. Lekker, dat was een hele lekkere. We zijn echt hard aan het ouwen, we staan gewoon al 10-0 voor, of na 100-0, maar je snapt wat ik bedoel, 10-0 voor. Hier, linkering! Nee, maten en maten! Oké, nu gaat het niet goed, nu moet even een beuker op een kop gooien. Grooming! Kut, er stond weer niemand, er vloog weer niemand vrij. Pak hem af. We gaan Le Franse niet laten scoren. Dankjewel. Nee. Geen beuker. Dat gaan we natuurlijk niet laten gebeuren. Combo 7. Sieee. Lekker weer. Combo 7. Kijk dan hoeveel we erbij kregen. Oh my god. We mogen geen team special move krijgen, dat zou zeer sad zijn. Bobbetje! Lekker. Nice, ze hebben gewoon geen team special. We hebben ze echt fucking hard geowned. Holy shit. Dit is een fucking snelle match. Hun kunnen stikken in hun bouillabaisse. Wel een mooi stadion. Een mooi tenuutje. Alleen ze kennen er helemaal niks van. Lekker ring. Deze hebben we dik geowned. We hebben al gewoon twee matches erop zitten. Dus we hebben 15 minuten bezig deze aflevering. We kunnen gewoon een volgende match erbij doen. Nou ja, Frankrijk doet het ook niet heel goed als je ze zo ziet. We moeten nu tegen Espanyol. Todos buenos van de España. Hello there. Today's game, my co-commentator will be Arnold Vogler. Yes. Today's match comes to you from the Gothic Splendor. Hier, dat is een lekker begin van de wedstrijd. Een combo viertje. Oh, kut. Kutting.
Kut, het was zo een goede kans om een goede punt te halen. Nee, laat hem niet scoren. Nee. Godverdomme, Dimitrov. Dit is niet goed. Pak maar af. Maat, hoezo staan we nou weer achter? We worden op de feiten gedrukt. Ze hebben ons gezien tegen Frankrijk. En dachten van ja, maar wij kunnen wel winnen van die rode. Oh, dat gaat echt niet goed. Pak hem af dan. Maten. Kom maar 6 goal, hoppatee. Meteen de schade weer ingehaald, hoppatee. Zei ik zeg. Nou, pak hem af. Vermoeiend. Maar we worden afgemaakt door Spanje hier. Dat is niet oké, hoor. Echt, wat een gezeik. Ga dan vrij vliegen, jongen. Hier, er staat helemaal niemand vrij. Weer helemaal niemand vrij. Kut. Ja, ik voel het al. Kut, sorry. Oké. Waar gooit hij naartoe, maat? Pak hem af. Dank je. Nee, oh, nu hebben ze ook nog een team special move. Ah, ze doen een team special move, kut zo. Dit gaat niet goed. Long pass, even over.
Kom op. We gaan nu even een inhaalslagje maken. Hoppatee. We staan weer voor. Op alle mogelijkheden. Alleen zal het wel een wat moeilijker snijhunt worden, denk ik. Hier. Nice. We got it. Oké, we hebben gewonnen met veel moeite. Eerlijk is eerlijk. Met zeer veel moeite. We hebben gewonnen. En daar gaat het uiteindelijk om. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.